allemaal. We zitten weer met z'n tweeën aan tafel en het kan maar één ding betekenen vandaag. Het is weer tijd voor een proefvideo. En dit is een suggestie/verzoekje geweest van een van jullie. Zij kwam met het verzoek of we de stroopwafels van de Albert Heijn konden testen. Want blijkbaar heeft Albert Heijn een heel nieuw assortiment met allemaal aparte smaken stroopwafels. En toen ik dus afgelopen week in de Albert Heijn was, bleek dat ook inderdaad zo te zijn. Dus ik heb even ingeslagen, kreeg ik niet eens een gekke blik. Nee. Maar misschien zijn ze dat gewend, inmiddels van mij. Ik heb 9 soorten stroopwafels meegenomen in echt uiteenlopende smaken. En die gaan we vandaag proeven. Ja. Dus, aan jou de eer. Tim heeft deze hele mooie toren gebouwd, dus aan hem de eer om te beginnen. Wat zullen we doen? We kunnen van zeg maar naar waarschijnlijk meest vies naar waarschijnlijk het meest lekker of andersom? Niet gewoon door elkaar? Ja, dat kan ook. Maar je vraagt het aan mij en ik geef je nou 2 keuzes. Dan gaan we van minst lekker naar lekkerst. Oké. Okay. Want ik wil altijd wel goed eindigen. Dan beginnen we met die. Oké. Okay. Lavendel zwarte... Ja, sorry, daar kan ik niks aan doen. Lavendel zwarte zwarte peper stroopwafels. Zwarte peper? Ik dacht dat er rozemarijn bij zat, maar dat is wel bij een ander. Spoiler alert, sorry. Stil. En laat maar met deze beginnen. Ja. Oké. We snijden er wel elke keer eentje door midden, want anders worden we helemaal gek. We hebben een sugar rush na dit van heb jou daar. Oh, ik ruik wel lavendel. Ik ruik stroopwafels. Ja, wacht even, ik doe gelijk de zakjes even dicht, want anders droogt alles uit. Shit. Oké. Nou. Proost. Cheers. Je ziet er niks aan. Oh, ik vind dit niet lekker hoor. Of de lavendel, dat doe je in douchegel, maar dat doe je niet in eten. Nee. Niet in stroopwafels. Dit is gewoon alsof je zeg maar zo'n... bij je opa en oma komt en dan zie je van die lavendel dingetjes op tafel staan. Met van die bolletjes er nog in. En dat je dat er gewoon zo in je bek stopt. Ja. Gadverdamme. Of per ongeluk aan een fles douchegel ruikt en dat dan je lippen raakt. Ja. Dat je denkt, oh, zeep. Je op je kop doet, dat is een beetje. Oh nee, dat vind ik niet lekker hoor. Ik heb hem toch op. Nou, kom. Nou. Proef jij zwarte peper? Nee, dat wilde ik net zeggen. Ik proef helemaal geen zwarte peper. Okay. Ook niet achter in mijn keel of zo. Ik heb geen... Gaan we cijfers geven of zo? Wat is het plan? Ja, wat zullen we doen? Ja, ik vind het prima, maar dan geef ik dit een 5. Oh, ik minder hoor. Ik vind 4. Ja, ik vind dit wel onvoldoende. Ik proef de stroopwafel, maar ik vind de lavendel echt niet lekker. Dit is gewoon een combinatie douchegel en stroopwafel. Ja. Nee. Oké. Volgende. Rozemarijn zeezout. Ja, ik kan die verpakking al iedere keer laten zien, maar dat is echt... Het groene zakje. Het zijn allemaal kleurtjes. Rozemarijn en stroopwafel. Ook hierbij. Geen mij, ik doe dat echt. Ook hierbij heb ik weer zoiets van... Ik weet niet of je dit moet willen hoor. Zeezout ook echt, alsof het nog niet zout genoeg is. Lucht? Oh, ja, je ruikt het ja, wel. Heel erg. Als je dit met je ogen dicht zou ruiken, denk je aan een cracker. Ja, zo'n rozemarijn cracker. Ja. Proef onmiddellijk zout. Ja. Zout en heel duidelijk de rozemarijn. Vind je? Ja. All over the place. Ik proef niet eens meer de stroopwafel. Ja, ik dus wel. Nou. Ik proef alleen maar rozemarijn. Maar ook niet echt... Het versterkt elkaar ook niet of zo. Nou, nee. Maar nee. Ja, ik snap niet waarom je het rozemarijn in de stroopwafel stopt. Nee. Echt niet. Maar, ik vind het niet vies. Ja, maar ik vind het ook niet lekker. Nee. Nee. Niet zo erg als de lavendel van net, want dat vond ik echt niet te doen. Nee. Maar hierbij denk ik... als de lavendel een 4 was, dan is dit wat? Een 5? 5,5? Ja. Volgende. Speculaas. Lijkt die hier niet zo lekker? Nou, ik vind het gewoon een beetje gek dat ze... Dat je speculaas op een... En dan speculaas smaak in een stroopwafel doet. Maar wacht Koop dan even. Gewoon speculaas. We hebben mango chili hier liggen en jij kiest speculaas als waarschijnlijk minder lekker. Ja, want ik verwacht dat die mango chili wel een beetje frisjes is of zo. Oké. Okay. Ze hebben niet geslikt.
Ik bedoel, dit is... Sinaasap, nou oké. Ik bedoel, als je speculaas doet, dan kun je ook gewoon stroopwafels bokkenpoten en stroopwafel... misschien gaan ze dat ook wel doen. Rijstkoekjes en weet ik veel wat allemaal. Nou, oké, deze lijkt mij dus wel echt lekker. Dus ik ben benieuwd. Ik vind hem wel apart. Je ziet wel echt speculaas eraan. Want hij is ook het donker, heel donker, ja. Maar het is, ik denk meer, ik kies deze meer omdat ik gewoon denk dat het, ik, ja, ik vind het gewoon een beetje een gek idee. Ja, maar ik vind hem niet onder een lijstje van dit lijkt me het minst lekker hoor. Ja, nou ja, vette pech. Ik beslis. Oh, ook dit is weer. Als je eruit zonder je ogen open te hebben, is het speculaas. Ja, dit is dus gewoon alsof je speculaas eet met karamel ertussen. Nou, maar dat vind ik wel vet lekker. Nou, ik vind deze echt heel lekker hoor. Gaat ver. Even zo erin duwen. Oh, maar dit vind ik echt wel een hele goede mix. Ja? Ja. Ik vind dit wel een goed huwelijk zo. Ik weet niet, ik vind het... Weet je waar ik me aan moet denken? Een beetje aan gevulde speculaas. Ja. Omdat het wat zachter is. Maar ik vind dan dat... Ja, maar je koopt stroopwafels omdat je zin hebt in stroopwafels. Je koopt niet stroopwafels omdat je zin hebt in speculaas. Dat is toch bullshit? Als je zin hebt in speculaas, koop je speculaas. Mm. Ja, nee. Nee. Dit koop je als je zin hebt in een speculaasstroopwafel. Ja. Dat is dit. Ik heb onzin. Dat is dat. Ik ga toch ook geen rijst kopen omdat ik zin heb in patat? Dat is toch... Dat slaat... Nee. Dat klopt niet, dit. Je hebt toch geen rijstfriet? Nee. Ik vind deze... Deze vind ik echt heel erg lekker. En ik vind dit echt een hele leuke. Dus voor mij krijgt dit een 8,5. Nou, ik vind het gewoon omdat ik het een dom idee vind, vind ik het een 6. Oké. Wat doe je nu? Mango chili. Oh, dat lijkt me echt niet lekker. Chili in een stroopwafel. Mango in een stroopwafel. Mango zou net wel gewoon... Het verbaast me dat ze bijvoorbeeld niet iets van citroen of limoen hebben gedaan. Zo'n frisje ertussen. Nou, ze hadden meer soorten liggen. Maar van enkele waren was het schap ook leeg. Ze hebben bijvoorbeeld ook dark roast. Stroopwafels dus met koffie. En dat lijkt me ook echt heel erg lekker. Ja, maar die helaas was leeg. Dus ik kon het niet meenemen. Oh. Oeh, lekker. Ja, ik wou net zeggen, dit ruikt chemisch. Dit ruikt naar zo'n mango, zo'n splitijsje weer. Zo'n Solero. Ik heb het idee dat ik dat heel vaak zeg als we een proefvideo doen. Als iets naar mango of citrus ruikt, dat het naar Solero ruikt. Maar dit vind ik dus vet lekker. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ja, precies wat ik dacht. Een beetje zo'n mango frisje door de stroopwafel. Oké. Ja, ik snap het. En je hebt een heel klein beetje, als je de hap bijna op hebt, heb je achter in je keel een beetje pittigje, maar heel lichtjes. Ja. Ja, ik ben een beetje gevoelloos nu, denk ik. Oh nee, ik proef het. Oh, maar dit vind ik wel heel grappig. Ja. Ik had verwacht dat ik dit helemaal niks aan zou vinden. Maar, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind zo'n halve stroopwafel hiervan wel genoeg. Normaal gesproken heb ik met stroopwafels dat ik echt maar wil blijven eten omdat ik het zo fucking lekker vind. Dat vind ik met mango chili niet. Nou, ik vind het wel echt lekker. Wat hebben we nog meer? Ja, dit is dus even een tweestrijd. Want ik de volgende, bijvoorbeeld banaan karamel, lijkt mij echt vet lekker. Ja, maar lijkt mij niet. Helemaal niks. Maar... Een sinaasappel? Sinaasappel aardbei lijkt me ook helemaal niks. Nee? Fruit smaken, moet ik zeggen dat ik deze mango lekker vind. Ik vind sinaasappel, weet je wel die chocolade dingen met sinaasappel erin? Ja. Dat vind ik ook geen rust. Ja, maar dat is gewoon ook super chemisch. Ook als het niet chemisch zou zijn. Ik vind dat echt niks aan. Die chili proef je wel trouwens. Ja, een beetje hè? Ja. En aardbeien. Cijfers voor die? Oh, 7. Ik 7,5. Ik vind het lekker. Wel een geinige. Welke heb je nou gepakt? Sinaasappel. Ja, volgende is sinaasappel. Een beetje verkouden nog. Oké. Okay. Oh, nee, heb je geroken? Nee. Doe, ruik dan. Je ruikt niet heel erg sinaasappel. Heel in de verte. Oh, je proeft het wel. Nee. Is het alleen sinaasappel? Verder niks? Ja. Maar ja, dit vind ik niet echt iets. Ik proef de sinaasappel niet heel heftig of zo. Nee? Ik had hem veel intenser. Dan die mango net, die overpowerde echt maar dit. Ja. Dit proeft een beetje naar, je ken wel van die hele ouderwetse, van die sinaasappelzuigsnoepjes. Ja, die, ja. Die keiharde dingen, ja. Die je wel eens in van die oude blikken koopt. Die hadden van dat witte poeder over zich heen. Ja, die opa en oma altijd hebben, weet je wel, dat, die dingen. Daar smaakt het naar. Nou, ik vind dit niks aan. Ik heb hem nog steeds niet zo goor als die met lavendel.
Maar ik vind dit ook niet dat ik denk, jee. Ja, dit zit ergens voor mij tussen de 5,5 en de 6. Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Hoest. Aardbei. Oh, dat lijkt me ook echt helemaal niks. Ik vraag me echt wel af wie dit heeft bedacht. Allemaal, al die smaken. Iemand die... Goh, laten we eens even mango en chili in een stroopwafel stoppen. Iemand die een keer stoned was in Zuid of zo. Ja. Ja, misschien. Dat was een leuke dag. Een trip op de paddo's. Stroopwafels. Aardbei, hè? Ja, ruikt naar aardbei. Of tenminste aardbei. Naar die chemische snoepjes aardbei. Smaakt er ook naar. Ja, ik vind dit dan wel weer lekker. Ja, ik vind het ook niet heel verkeerd. Nu valt een beetje voor mij in de noemer mango chili. Mm-hmm. Beetje in hetzelfde straatje. Ja, maar mango chili was lekkerder. Ja, nou ik snap dit ook wel. Dit is wel echt, dit is wel grappig trouwens. Als je gewoon, weet ik veel, ouwetjes of onze ouders of zo stroopwafels voorschotel. En dan dat er zo'n rare smaak in zit. Dat is echt zoiets van, what the fuck? Ja. Je ziet het niet. Lekker. Wow. 7. Voor mij. Maar voor mij 6,5. Want ik vond mango chili ook lekkerder. Krijg wel dorst van, hè? Ja. Droge bek. Nou, draai kaken. Oh, dit is jouw... hier verwacht jij het ja, hier verwacht ik. Ik vind banaansmaakjes altijd erg lekker. Ja, ik dus banaan karamel. Grappig, want ik vind normaal zo losse bananen vind ik echt heel lekker. Maar bananenijs, bananenbrood, bananencake... Wat kun je meer met bananen doen? Bananensplit heb ik ook nog nooit besteld. Nog nooit besteld. Wat ik zo lekker vond was die... die banaan... Die koek. Dat toetjeskoek die we laatste keer hadden ergens bij het zusje. Oh! Ja. Hoe heet het ook alweer? Spekkoek. Spekkoek, ja. Ja, we hadden bij een sushi restaurant... Niet bij het zusje, bij Yume was dat. Bij een sushi restaurant in Apeldoorn hadden we spekkoek met bananen. Jawel, want Fik had daar zo vet veel van gegeten nog. Ook bij het sushi hebben ze hem volgens mij hoor. Ja, dat hebben ze hem ook met bananen, geloof ik. Ja. Maar we hadden een beetje mee. Ja, dit jaar. Dit vind ik... Ja. Het ruikt naar banaantjes. Naar die snoepjes. Mm-hmm. Snoepjes. Bananenijs vind ik ook lekker. Wauw. Nou, nee, dit is echt wel jouw ding dan. Ja. Dit valt echt in het straatje van banaantjes, bananenijs, bananenkoek, alles. Ja. Dit is lekker. Dit is banaankaramel, maar dat snap ik dan niet, hè? Er zit toch al karamel in de stroopwafels? Ja, gewoon banaan. Ja. Lekker. Wil je er nog één? Misschien zo'n... Nee. Ja, nee. Voor mij, ik vind het niet vies. Beetje hetzelfde als aardbei, 6,5. Dit is persoonlijke smaak natuurlijk, dingetje. Ja, dat maar... is toch die hele video. Tuurlijk. Maar dit is omdat ik dit wel... Dit is, ja, ik vind het een 8. Zo, heb je al iets zo hoog gescoord? Nee. Nee, hè? Is lekker dit. Honing. Ja, daar ben ik een beetje neutraal over nu. Nee, ik heb er wel... Puur omdat ik het gewoon... Het is simpel. Het is een leuke variatie op die karamel. Maar wat ik me dan afvraag, hè? Zou dan die stroop binnenin gesuikerd zijn met honing? Of zal er gewoon honing tussen zitten? Ja, in plaats van nu beleven. Hij is wel licht. Van kleur. Het ruikt wel naar honing. Daar haal ik er niet uit. Huh? Het is niet alleen maar honing wat ertussen zit. Volgens mij zit er honing in de koek. Volgens mij hebben ze... Wat gek dit. Lekker. Simpel. Gewoon een lichte variatie op het normale stroopwafel. 7,5% honing. Ik vind dit wel lekker. Ja. Even wel anders een keer. Ja, maar ik vind het ook wel een beetje gek of zo. Ik vind het... Het is ook niet te overdreven. Het is, nee. Het is geen stunt of gimmick of zo. Het is gewoon, ja, het is lekker. Leuke variatie. Ja, maar wel echt heel anders dan normale stroopwafels. Dus dat vind ik wel grappig. Ja. 7,5. Ja, wat had ik de mango chili gegeven? Die vond ik wel iets lekkerder. 7,5? Ja, dus dit is een 7. Oké. Okay. We zijn niet eens gezind vandaag. Nee. Maar dat had ik ook al een beetje verwacht met dit. De laatste. Nou, waar wij het allermeest van verwachten is zo'n typische standaard smaak. Karamelzeezout. Yes.
Ik ben benieuwd hoe zout het is en of het echt heel veel meer naar karamel smaakt dan naar stroop. Of zo. Ik ben benieuwd ook waar die naar ruikt. Oh, ja. Oh. Ruikt karamel. Ik hou er zo van als die vulling zo lekker dik is. Mm-hmm. Mm, dat is een beetje hard. Weet je waar die naar smaakt? Naar gewoon karamel fudge. Ja. Mmm. Want ik vind dit wel een goeie hoor. Dit is inderdaad een karamelfudge met stroopwafel. Mm-hmm. Mm. Oh ja, ik vind dit ook echt wel de lekkerste van. Ja, nee, voor mij zit dit gelijk aan banaan. Dus dat is ook, voor mij is dat ook een 8. Maar het is wel lekker. Mm. Deze is heel lekker. Wel machtig, hè? Zo. Ja, ik hoef niet met een lunchje nou. Nee. Mm. Oké, 9 stuks. Absolute winnaars. Voor mij, in ieder geval. Spiklaas. Ja. En dit is karamel zeezout, denk ik. Nee, de sinaasappel. Ja. En karamel zeezout, de absolute tweede, is honing. Voor mij. Ik heb mango chili en banaan karamel. Als winnaars. Ja. Samen met karamel zeezout. Nee, deze steken er wel verder bovenaan. Ja? Ja, toch wel. Ja. Volgens mij klopt dat niet helemaal met de cijfers. Nee, maar ja, het is opleving in het moment. wat ons betreft mag je die met lavendel erg laten liggen. Ja, die mag gewoon wegkleuren. Dit is gewoon... Tenzij je helemaal waanzinnig fan bent van lavendel en het ook rustig zo van de plant af eet. Ja. Dan is dit misschien... Je hebt een hele lange haar in je oog. Dus van jou? Ja, nee, helemaal niet. Ik heb geen stekels. Douchegel met stroopwafel. Geen succes. Goor. Ik weet eigenlijk even niet wat ze kosten. Maar ze zijn dus allemaal vanaf nu, niet gesponsord trouwens, overigens, nee, helemaal voor de duidelijkheid. Verkrijgbaar bij Albert Heijn, ligt gewoon in het koekvak. Niet te missen, want het is echt een meter aan stroopwafel. Ik ben wel heel benieuwd naar de koffiesmaak, dus die wil ik nog wel even een keertje kopen. Cool. Ja, was hem. Dankjewel voor het kijken. Heb je suggesties voor andere proefvideo's? Let us know. Daar gaan we graag met liefde mee aan de slag. Ja. En tot later. Yo. Doei.